Femke Pluim, inmiddels 2 weken geleden dat je in actie kwam op de Olympische Spelen. Het ging niet zoals je had gehoopt. Ben je daar inmiddels een beetje overheen of baal je nog steeds? Ja, tuurlijk baal je wel van de prestatie die je hebt geleverd. Ik bedoel, je komt daar om iets moois neer te zetten en als het dan niet lukt, dan is dat wel een tegenvaller. Maar ik was al snel er wel weer overheen om er dan maar het best van te maken daar en ervan te gaan genieten. Want ja, je komt er toch niet zomaar. Hoe was het om in dat Olympisch dorp te zijn, om in dat atletiekstadion te zijn, om überhaupt mee te doen aan de Olympische Spelen? Nou, om mee te doen is natuurlijk al fantastisch. Ik bedoel, hoeveel mensen kunnen nou zeggen dat ze mee willen gaan aan de Spelen? En de eerste keer dat je in het dorp komt, dan denk je echt wow. Je ziet alleen maar flats en alleen maar sporters. Maar ik moet zeggen, dat went best wel snel. En dan kom je hier terug en dan denk je, oh ja, er zijn ook nog andere mensen op de wereld. En het stadion en de trainingsbaan, weet je, alles is super mooi, super geregeld. Alle spullen zijn nieuw, dus ja, natuurlijk is dat heel gaaf. Maar ja, blijft een atletiekbaan ook. Die zijn altijd rond. Hoe heb je je voorbereid? Je bent van tevoren naar Portugal gegaan. Ja, we zijn 1 augustus vertrokken naar Portugal en toen zijn we de 10e doorgevlogen. Nou, in Portugal hebben we nog wel aardig getraind. Het was echt super warm daar, zodat we konden voorbereiden op veel warmte. Toen kwamen we in Rio en toen viel het eigenlijk mee hoe warm het daar was. Dus we waren overvoorbereid, kunnen we wel zeggen. Maar ik was blij met de trainingen die we daar hadden gedaan. We hadden nog wat puntjes op de i gezet. Ja, je neemt rust en ook het feit dat je dan al met dat groepje Olympiërs weg bent. Dat brengt toch wel een soort focus met zich mee ofzo. En dan uiteindelijk die dinsdag, dat het moet gaan gebeuren. Ja, dat het moest gaan gebeuren. Ja, dat gebeurde niet. Nee. Hoe komt dat? Ja, het was gewoon heel slecht. Ja, en hoe dat dan komt, ja, dat is altijd een beetje gissen naar iets. Was er maar iets heel duidelijks. Ik was niet fit. Misschien heb ik wel te vroeg gepiekt op het EK. Weet ik ook niet zo goed. Maar goed, je wilde pieken op het EK. Ja, was ook mijn doel om te pieken op het EK. En dat is gelukt. Ik bedoel, daar ben ik heel tevreden mee. Met dat resultaat ben ik super blij. Maar misschien was het wel te veel gevraagd om dan ook nog wel een soort te verwachten dat ik hier weer zou gaan pieken. Goed, het zijn allemaal geen excuses om zo slecht te springen hoor, daar niet van. Want je ging uiteindelijk wel over de 4,15 meter heen, maar daarna 4,30 meter, 3 keer mis. Ja, ik dacht ik begin op 4,15, normaal begin ik nooit zo laag. Ik dacht, weet je wat, kon ik een beetje inkomen. Ik bedoel, het zijn toch te spelen, je bent toch wel gespannen als iedereen. Dus 4,15, nou gelijk super goede sprong. Dus ik dacht, nou, ik zit er goed in. Ondanks dat ik me dus niet top voelde, dacht ik, het komt wel goed. Nou, eerst poging 4,30 maakte ik een fout die ik eigenlijk al 120 jaar maak. Eeuwenoude Femke fout. Nou, tweede poging dacht ik, oké, ik moet eventjes nu dat goed oplossen. Dat loste ik goed op, maar vervolgens was de stok veel te licht. Dus ik vloog bijna over de mat in plaats van op de mat nog. Ja, dan heb je nog 1 poging en dan wordt het ook een beetje zo'n alles of niet sprong. Nou ja, in dit geval dus niet. Je zegt, ik ben niet fit. Hoe kan zoiets? Ja, hoe kan zoiets? Het is natuurlijk altijd de vraag als je niet fit bent hoe dat komt. We hadden wel goed getraind, maar als je lichamelijk niet top voelt, soms heb je misschien een off day. Ja. Want jij zegt wel van, ik was niet fit, maar dat is geen excuus om niet over 4,30 meter heen te gaan. Nee, vind ik niet. Als je uit je bed komt, dan kan je nog 4,30 meter springen. Want je had 4,60 moeten springen om de finale te halen, of eventueel 4,55 achteraf gezien had wellicht, als je in 1 keer eroverheen was gegaan, voldoende geweest. Dat had erin gezeten, dacht je van tevoren. Ja, dat dacht ik zeker wel. Ik had eigenlijk verwacht dat de directe kwalificatie-eis wel richting 4,65, 4,70 zou gaan. Normaal legt hij echt heel hoog. En dan gaan er maar weinig overheen, zodat ze heel veel van de rest kunnen meeloodsen, zeg maar. Nou ja, toen werd bekend 4,60. Toen dacht ik zo, dat valt me mee. Ik dacht, er gaan echt veel meer dan 12 meiden door. Het speelt wel altijd mee dat het 's ochtends is. 's ochtends springt iedereen toch, zie je heel vaak gewoon minder. Nou ja, bleek nu weer. Ik bedoel, er waren toch een heel aantal mensen die niet naar de finale gingen, waarvan ik het wel had verwacht. Maar 4,60, ik denk dat het had er wel in moeten zitten. Ja. Als jij het wel gered, denk je als het s'avonds was geweest? Nee, weet ik niet. 4,60 zou een Nederlands record zijn. Ik denk ook nog steeds dat het kan. Ik bedoel, als je kijkt naar het seizoen, ik sprong het hele seizoen misschien niet super hoog. Maar ik sprong wel heel stabiel. Altijd wel over 4,40, 45. Daartussenin sprong ik eigenlijk altijd wel. En ik bedoel, heel veel mensen zeggen dan, het is niet echt top, In het begin van het seizoen had ik pijntje in mijn voet, wat heel lang doorspeelde. We hebben niet specifiek kunnen trainen, althans niet zoveel als dat we wilden. En als je dan zo stabiel springt, dan denk ik dus dat dat je basis is en dat er dus veel meer in zit dan dat. Ja, en dan bijvoorbeeld op het EK bereik je uiteindelijk de finale.
Ook door constant te springen eigenlijk de hele tijd. Maar stel, het geeft ook wel aan als je een keer wel die piek kan bereiken. Dat je dan gewoon richting de medailles gaat, in ieder geval op het EK. Ja, en op het EK, dat dan, als je dan daar echt een goede piek had gehad, dan... Ja, je weet niet wat er was gebeurd, maar dan had het wel nog mooier kunnen worden. Maar ja, de omstandigheden in Amsterdam waren natuurlijk niet super goed voor het bosje springen. Ik bedoel, je zag La Villeneuve die gewoon 3 keer keihard afgaat en dan houdt het ook op. Maar ja, het was mooi geweest als daar een piek had gelegen. Maar alsnog ben ik wel heel tevreden met wat ik daar toen heb laten zien. Tevreden over je seizoen, tevreden over... Of althans, je bent tevreden met je seizoen, denk ik. Teleurstelling voor de Olympische Spelen toch, dat niet is geworden wat je ervan gehoopt had. Maar hoe kijk je daar nou uiteindelijk op terug? Welke ervaring neem je uiteindelijk mee in je rugzak op weg naar Tokio? Nou ja, van het hele seizoen heb ik natuurlijk, doe je natuurlijk heel veel ervaring op in de loop van wedstrijden. Je doet meer wedstrijden. Ik heb meer met concurrentie gesprongen dit seizoen dan voorheen, wat toch wel belangrijk is. Maar van de Spelen, ja... Dat is een indruk die denk ik mensen die er niet zijn geweest niet zo snel zullen begrijpen. Want het is gewoon zoveel en zo bijzonder. Dat moet je meemaken om dat mee te kunnen nemen. Nou, het leukste wat je hebt meegemaakt in Rio? Het leukste dat ik heb meegemaakt. Ook wat het opmerkelijkste dat ik heb meegemaakt. Waren toch wel alle Brazilianen in het stadion. Met al hun geklap en ook dat ze voor Usain Bolt toch wel heel erg fan waren. Als die man binnenkwam, ging dat hele stadion echt uit zijn dak. Terwijl ik dacht, ja, is ook maar gewoon een mens. Wel de allersnelste op aarde. Ja, wel de allersnelste op aarde, maar toch. En het was niet eens een Braziliaan. Hoe nu verder met jou? Nieuwe polstokken? Een nieuwe polstokken. Ja, die ik dus nu hopelijk wel ga gebruiken. Ik bedoel, door die voet was het allemaal een beetje, nou, toch minder dan we hadden gehoopt. Nou ja, dat gaat me denk ik toch ook wel weer een beetje helpen. En in de winter heb je gewoon genoeg tijd om daar aan te wennen en om daarmee te trainen en om daarmee één te worden. Goed, de winter, dat klinkt nu nog echt heel ver weg. Ik ben nu nog even in de fase dat ik even geniet van al het leuks hier. En dat ik even niet zoveel train en dat ik veel andere dingen doe, zodat ik van de winter weer goed kan starten. Want langere polstokken betekent automatisch hoger kunnen springen? Nou, niet automatisch. Ik bedoel, een langere polstok kan je nog steeds op dezelfde hoogte beet houden als je oude polstok, hè? Maar als je dan hoger beet gaat houden dan je oude polstokken, dan hoger beet is hoger springen. En wat voor hoogteverschil zou je daarmee kunnen maken dan? Ja, dat is lastig te zeggen, maar stel je voor je houdt 5 centimeter hoger beet, dan levert het je vaak minimaal al wel 5 centimeter op. Maar er zit zoveel techniek achter dat... Ja, dat moet er wel uitkomen. Je moet wel hetzelfde kunnen doen met je nieuwe stokken als wat je deed met je oude stokken. Het is een ander buigpunt, nou ja, bladibla, allemaal technisch. Maar als je eenmaal de stok goed weet te benutten, spring je minimaal 5 centimeter hoger. Volgend jaar WK, denk je grote doel voor volgend jaar? Misschien ja. Een van de indoorkampioenschappen, EK Indoor? Ja. Wat voor hoogte hoop je over een jaar bereikt te hebben? Oh, ik ben altijd heel slecht in het zeggen van hoogtes, maar... Ik zou het toch wel leuk vinden als het Nederlandse record toch wel even een beetje wordt aangescherpt. Ik bedoel, ook omdat ik dit jaar zo stabiel sprong, denk ik, als ik nu een uitschieter heb, dan is het ook gelijk wel een grote. Dan over 4 Tokio. Ja, klinkt nog heel ver weg. Maar natuurlijk ga ik daarvoor. Ik bedoel, als je nu in Rio bent geweest, dan wil je niks liever dan ook daar weer naartoe. Dat je naar Rio ging, dat is eigenlijk een verrassing. Anderhalf jaar geleden had je dat denk ik niet verwacht. En je had ook niet verwacht dat de kwalificatie-eis zo relatief laag was. Je had je zinnen gezet op Tokio, ja. Dus dit is een berg ervaring die je meeneemt om dan te kunnen toepassen. Ja, anderhalf jaar geleden werd het bekend wat de eis was. Dan viel het me eigenlijk heel erg mee, moest nog maar 3 centimeter. Nou, binnen de kortste keren sprong ik het en dan komt het opeens wel heel dichtbij. En dat besef je ook als je daar nu staat, dan denk je ook wel, ik ben ook eigenlijk nog best wel jong. En die andere meiden hebben gewoon ook langer gesprongen daarvoor. Dus ik heb nog een lange weg te gaan en dat biedt ook wel weer perspectief. Tot slot, je vereniging AAV 36 in Alphenaarderij. Leuk hè, wat ze doen. Ja, is echt superleuk. En ze hadden een foto gestuurd dat ze allemaal hadden gekeken. Nou, ik was zo trots, echt een hartverwarmend gevoel. Binnenkort ga ik even langs daar om met de pupillen om op de foto te gaan. Dus ik kijk er wel naar uit om ze weer te zien. Blijf je er wel? Waarom niet? Leukste vereniging van Nederland.